Zo. Deze kennisclip gaat over metropoolregio's en identiteit. Hij past daarbij middenin tussen een aantal andere videoclips die ik heb opgenomen over metropoolregio's en die voortbouwen op dit artikel, wat ook voor Politieke Geografie 2 tentamenliteratuur is. En in de begeleidende tekst bij deze video staat ook een link naar dit artikel, dus open access kan iedereen bekijken. Eerder hebben we besproken dat metropoolregio's belangrijk zijn geworden. En dat had een hele hoop aantal redenen. Zo nu niet bespreken. Concurrentiepositie ging het vooral over. En een van de manieren om te concurreren is natuurlijk dat je bedrijven aantrekt en bezoekers aantrekt. Je moet zichtbaar zijn. Nou, identiteit. Het uitdragen van de identiteit is daar een onderdeel van. Doen ook metropoolregio's. Hier een aantal voorbeelden. De metropoolregio Amsterdam, die was heel eng verbonden met I Amsterdam, is op een gegeven moment politiek in de vuilnisbalt terecht geraakt, zoals je hier ziet. Maar andere metropoolregio's die zijn ook bezig. Hè? De metropoolregio Brainport Eindhoven, die is zelfs shirtsponsoring geworden. En dat is interessant, er zit geen overheidsgeld bij. Denk ik. Het zijn vooral bedrijven die zich betrokken voelen bij de metropoolregio. Dat is ook een belangrijk kenmerk van die samenwerking. Dat het niet puur overheid is, maar dat er ook andere partijen bij betrokken zijn. Die betalen dat. En hieronder zie je Goeree Vrija. Niet iedereen is er blij mee. Hè? Dat is het basiskenmerk van het probleem van metropoolregio's en identiteit. Het zijn nieuwe regio's. En hier zie je dat ze zich heel snel transformeren in vorm. De territorial shape in termen van anticipatie is heel onstabiel en daarom is het ook lastig. Zeker omdat het vaak over economische ontwikkeling alleen gaat. Dat daar een duidelijke identiteit ontstaat die gedeeld wordt. Mensen zich mee identificeren. Nou, dat is een ingewikkeld proces. In het artikel wordt dat verder toegelicht en ook wat de gevolgen zijn. Als het over legitimiteit gaat. Komt in dat artikel verder naar voren en zal ik ook in een andere clip toelichten. Terug naar de basics. Wat is identiteit? Andere videoclips bespreken dat uitvoeriger. Ruimtelijke identiteiten zijn geen DNA, is niet iets wat vast ligt, maar is een verhaal wat veranderlijk is. Ik zal hier deze slide, die geeft de basiskenmerken weer. Niet alleen individuen, maar ook ruimtelijke eenheden kunnen identiteit hebben. Het gaat vooral over de relatie tussen wat iets uniek maakt, een metropoolregio, en hoe het verbonden is met de rest, met andere metropoolregio's, met niet-metropoolregio's. En in deze context, het is een selectie van kenmerken. Wat vind je belangrijk? Is Amsterdam zo belangrijk voor de metropoolregio Amsterdam? Of gaat het om andere dingen? En je kan het verder lezen en ook in andere video's nakijken. Het gaat ook over de relatie tussen schalen. Het is niet alleen buren, maar het gaat ook over wat boven en beneden is. Kenmerken en onderdelen van grote gehelen. En wat ook heel belangrijk is, dat zijn dus die relaties. Het gaat over de positionering, positionaliteit. En aan de andere kant gaat het ook over de tijd. Het ontwikkelt zich. Identiteiten zijn niet stabiel, hebben we gezien. Soms wordt iets gesloopt, soms komt er iets nieuws bij. Maar wat ook belangrijk is dat het geïncorporeerd wordt in een, zeg maar, in een biografie, in een discours, in een verhaal over hoe dat het is ontstaan en ook wat het verleden is. De historische diepgang is belangrijk, maar ook wat dat betekent voor de toekomst. Dan is het probleem van de metropoolregio's, wat ik al zei, dat ze een hele zwakke identiteit hebben, moeilijk is te ontstaan. En dat is eigenlijk onderdeel van wat ik wel eens in andere contexten identiteitsparadox heb genoemd. Engelse slides. Dat betekent dus dat identiteit, à la Zygmunt Bauman, identiteit wordt onstabieler, wordt vloeibaarder, zoals hij dat zo altijd zegt. Alles wordt vloeibaar. Maar het betekent niet dat het minder belangrijk wordt. Maar juist omdat het vloeibaar onzeker wordt, wordt het belangrijk onderdeel van het politieke debat. En je ziet, hoe wordt het vloeibaar? Een aantal ontwikkelingen. Natiestaat, andere positie, reconstructie. Regio's worden belangrijker en die concurreren met elkaar. We hebben het eerder over gehad, het neoliberale concurrentieregime. En als je concurreert, dan moet je je afzetten ten opzichte van anderen. Belangrijk aspect van identiteit, othering. Maar je moet je ook verbinden met anderen, brothering. De
Je moet banden maken. Je moet samen gemeenschappelijk, zeker in een metropoolregio, moet je samenwerken om iets voor elkaar te krijgen. En daar heb je dus om te mobiliseren, maar ook legitimeren, zoals we het later over hebben, is de identiteit belangrijk. En hier zie je dus dat het dit gedeelte, dat die allemaal onduidelijker worden. Hè? Er komen een explosie van identiteitsverhalen, een explosie van nieuwe regio's. En die hebben dus eigenlijk geen tijd, zijn te onstabiel om identiteit te ontwikkelen. En dat maakt het lastig om voor metropoolregio's om te functioneren. Nou, wat voor handvaten kunnen we daar nog op loslaten? De eerste plaats, wat Martin Jones en Gordon MacLeod eerder hebben gezegd, is het onderscheid tussen spaces of regionalism. Hè? Dat is de politiek van de regio, het anders zijn, en dat je dat gebruikt om iets te bereiken. Hè? Onafhankelijkheid bijvoorbeeld van Schotland of van Catalonië of van Vlaanderen. Maar aan de andere kant heb je wat ze dan regional spaces noemen. Hè? Dat zijn regio's, meer het regionale wat gebruikt wordt om vaak vanuit de centrale overheid om dingen decentraal voor elkaar te krijgen. Dan krijg je al dat soort metropoolregio's, maar ook food valleys en andere vormen van regio's. Als je daarover nadenkt wat het dan voor identiteit betekent, dan kan je een nuttig, vind ik, onderscheid maken tussen dikke en dunne identiteit. Dikke en dunne identiteit. Nou, andere clips die werken dat verder uit. Ook de publicaties die in deze beschrijving bij deze video staan, ook dat artikel in de GeoJournal werkt dat verder uit. Maar het gaat er dus over dat je dus een verschil hebt van meer dikke identiteit, identiteitselementen, die een soort coherent geheel vormen. Die zijn veel ruimtelijk, zijn hier echt gesloten, territoriaal, heel sterk vastgetimmerd, geïnstitutionaliseerd, heel erg op de hele bevolking gericht. Vele doelen heeft het en meer op het verleden gericht. Wel een dunne identiteit, die aspecten van dunne identiteitsverhalen, die zijn veel op netwerk gericht, naar buiten gericht, veel meer selectief, veel meer bestuurders gericht op problemen, economisch gericht, veel meer op de toekomst gericht. Wat andere kenmerken die je hier kan lezen en die ook verder kan bekijken. En dat is dus een belangrijk element om naar het aspect van metropoolregio's en identiteit te kijken. Hè. Metropoolregio's die hebben als geheel meer een dunne identiteit en meer regionaal, terwijl daarbinnen de meer rurale gebieden die er ook mee te maken hebben, die hebben meer een dikke identiteit. En dat past niet zo goed op elkaar. Hè. In mijn artikel werk ik dat verder uit, gaat over andere dingen. De een gaat over economische ontwikkeling, de ander gaat meer over dat je hele bevolking mee wil krijgen en moet beschermen. Nou, en andere dingen, dat past vrij goed op dat dik-dun verschil. En dat die andersoortige identiteiten is niet alleen bemoeilijkt de communicatie, maar ze verhouden zich ook actief ten opzichte van elkaar. Daar heb ik ook wat slides bij die dat hopelijk kunnen verduidelijken. Deze slides die laat zien hoe dat identiteit is opgebouwd. Een andere video wordt dat verder uitgewerkt. Hè. Identiteit, wat ik al in de eerste slide stond. Die identiteit, dat gaat zowel op hetzelfde schaalniveau dat je je afzet tegen de ander en je met anderen verbindt. Dat is een selectie van elementen. Sommige kies je voor, hè. Actieve keuze, constructie, dat die belangrijker zijn en andere niet. En je hebt verschillende relaties tussen schalen. Nou, als je dat dan invult, hè, het boek van mij gaat ook over Katwijk aan Zee. En dan zie je dat Katwijk aan Zee zich heel erg verzet tegen grote steden. Hè, tegen de Randstad en Leiden. Dat zijn dingen waar mensen zich niet mee verbonden voelen, waar ze zich heel anders ten opzichte van voelen. Hè. Dat is dus een probleem van een metropoolregio, als de Randstad een metropoolregio wil noemen. Terwijl aan de andere kant voelt zich veel meer verbonden met de buurdorpen waar ze een gemeenschappelijke vijand hebben. Nou, ze verzetten zich dan en dan kan je ook een onderscheid maken. In dat boek van mij wordt dat verder uitgewerkt.
Het verschil tussen primaire en secundaire identiteit is daarbij belangrijk. En dan kan je de primaire identiteit, dat kan je veel meer zien als iets wat met een lokale gemeenschap verbonden is. Dus de lokale identiteit, historisch gegroeid, veel dikker. Terwijl die secundaire identiteit, dat gaat over hoe dat men geleerd heeft om met die verschillen om te gaan. Hè? En als er veranderingen zijn, zoals gemeentelijke herindeling, waar dat boek de nadruk op legt, maar je kan het soortgelijke processen spelen evenzeer, zien we ook bij Katwijk, bij de relaties met zeg maar een metropoolregio, dan zie je dat de lokale, vaak kleine gemeenschappen, die komen in onzekerheid terecht. Hè? Ze zien dat hun primaire identiteit, dat die niet meer beschermd wordt door de bestaande secundaire identiteiten, die vaak met de gemeente is verbonden. Maar dat geeft onzekerheid hoe dat zich dat ten opzichte van die metropoolregio verhoudt. En dat leidt dan vaak tot verzet. Nou, in deze figuur wordt het nog een keer weergegeven. Die secundaire identiteit die staat zeg maar boven die lokale gemeenschap en beschermt die. Terwijl die primaire lokale identiteit die dikker is, dus meer historisch geworden, als meer onveranderlijk. Dat gaat veel meer over de identificatie, hoe dat mensen zich met hun lokale gemeenschap identificeren. Nou, en bij het ontstaan van metropoolregio's zie je dus vaak dat er lokale verzetsidentiteiten ontstaan. Mensen verzetten zich actief tegen de nieuwe plannen van zo'n metropoolregio, nieuwe infrastructuur, nieuwe vormen van samenwerking. Ideeën over circulaire economie, ideeën waar windmolens moeten komen. Ja, dat vindt men toch beangstigend. Niet zozeer omdat de lokale identiteit direct aangetast wordt, maar men weet niet meer hoe dat die beschermd wordt, hoe dat ermee omgegaan wordt. Hè. De secundaire identiteit, die verandert, die verdwijnt. Hè. De oude manier om met die verschillen om te gaan, die verdwijnt, onzekerheid neemt toe. En dan trekt men zich vaak terug in lokale verzetsidentiteiten. Dat is ook een clip in deze serie die over verzetsidentiteiten gaat, waar dat verder wordt uitgewerkt. Nou, een laatste opdeling die je kan gebruiken om de relatie tussen metropoolregio's en verschillende identiteiten van de metropoolregio en van de gebieden, de plaatsen naar binnen te begrijpen, is ook als je kijkt naar het perspectief wat mensen hebben. En dan heb je verschillende groepen. De modernisten, dat is meer het stedelijke idee, die ook met metropoolregio's verbonden zijn, die zien eigenlijk een ontwikkeling van linksonder naar rechtsboven, van gebrek aan ontwikkeling naar hoop, naar gelaagde, mooie, nieuwe regionale identiteitsverhoudingen. Winst in concurrentiekracht is daarbij belangrijk. En dan gaat het van slecht naar goed, hè, van slecht naar hoop. Maar dat is niet de enige perspectief. Hè. Dit is een perspectief wat uit interviews, wat ook in het boek daarvoor kwam. Hè. Dit schema staat ook in iets andere vorm in het boek. Maar je ziet dat anderen, die hebben daar een heel andere visie op. Hè. Hier zie je de buitenkant van het boek. Ik heb nog ergens liggen, maar jullie zien het wel. De andere perspectief is dus van de traditionalisten, hè, zeg maar, waarvan je die in die dorpen samengeklit zit in zekere zin, die vinden dat de ontwikkeling in de loop van de tijd eentje van neergang is, hè, van teruggang, van een goede sterke samenhang, van cohesie naar verlies aan cohesie, vervreemding en ook heel belangrijk verlies aan autonomie, hè. Dat wordt ook een beetje terug van bij die primaire secundaire identiteit. En dat leidt er dan toe dat die ontwikkeling richting metropoolregio, bij de ene groep, hè, de modernisten, de cosmopolitanisten, die zien dat als een weg vooruit die positief is. Terwijl de meer traditionalisten, de mensen die zich actief met het dorpsleven bemoeien vaak, die zien het juist als iets wat echt waar je een beetje bang voor moet zijn. En dat is een metropoolregio en die verstedelijking, dat is echt een angstbeeld, hè, een schrikbeeld voor de toekomst. En dat zijn dus de problemen, of een aantal problemen aangestipt, waarbij metropoolregio's met identiteit, met hun eigen andere ruimteidentiteit geconfronteerd worden. De volgende video gaat over de relatie met hoe dat doorwerkt op legitimiteit. En dan werken we iets verder en iets dieper uit.